Yo, kijkers van Game met Max, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zijn we op de DDG Lobby. Ja, dat is ook weer wat anders, mensen. Vandaag wel leuke nieuwtjes in deze video. Ja, natuurlijk zien jullie het al aan de titel. Mindtopia pre-public event gewonnen. En een YouTube-netwerk. Ja, mensen, laten we beginnen bij het pre-public event. Ik heb dat gewonnen. Dat kon je op het forum zien. En ja, ik had dus de meeste beste stats. Dus shout-out naar alle mensen die mij geholpen hebben daarmee. Ja, ik heb die mensen die mij geholpen, die krijgen nogal wat van mij. Gewoon op Mindtopia of zo. Wat wel leuk lijkt. Hier hebben we Thijs. Lol. Hex. Nou, hij heeft gekke hekjes of zo. Niet hek, nou ja, het zal wel. Nou, in ieder geval, ik heb het gewonnen en daardoor heb ik een Obsidian rank, mensen. Kijk maar. Punt Obsidian. Obsidian. De tab ziet ook Obsidian. Ja, staat rank diamond rechts, maar het is Obsidian. Daardoor heb ik dus een Obsidian rank. Fucking tof is dat natuurlijk. Dan kan ik dus in alle game modes en zo kan ik allemaal dingetjes, kan op de lobby, kan ik even kijken, kledingkastje, kijk hier, hoppa. Full diamond, wat kun je nog meer, full bombing. Huh? Je bent nu over. Kijk, een schaap. Kijk, je bereid je huis, kijk. We zitten nu gewoon op een schaap. Dat is een empire wand. Lol, nou de reden waar ik deze skin om heb trouwens, dat is voor de Manticore. Wij gaan vanavond de Manticore finale spelen. Ja, vanavond, ik weet niet welke dag jullie dit kijken. DDG is ook live, daarom hebben we deze skin met z'n allen, met het hele team. Dat leek ons wel grappig. Dus dat is wel even de mededeling. Dus ik heb Obsidian rank gewonnen tot het pre-public event. Uiteindelijk had ik echt super veel geld, omdat iedereen het geld aan mij gaf. Daarom heb ik eigenlijk gewonnen. Dus dat was even de update, maar ook... het volgende wat in de titel stond, een YouTube-netwerk. Ja mensen, ik zit dus bij een YouTube-netwerk. En wat betekent dat? Ja, ik verdien YouTube-money, jongens. Ik verdien YouTube-money, YouTube-money. Ja, ja, ja. Nee, het is niet het enige voor de YouTube-money natuurlijk. Het gaat gewoon om dat bij een netwerk heb je natuurlijk ja, hulp en zo. Die mensen kunnen jou helpen met video's verbeteren, met meer publiek te krijgen. En ja, ik zit bij Skill Lab Benelux. Skill Lab Benelux, ja, ik weet niet hoe ik het precies uitspreek, maar zoiets. Daar zit ik dus bij, dat is een netwerk wat eigenlijk Amerikaans is, maar die hebben dus een Nederlands, ja, Belgisch, Luxemburgse afdeling, Benelux daarom ook. Ja, het is gewoon een goed YouTube netwerk, ze helpen je altijd, ze reageren snel, je krijgt goed uitbetaald, wat sommige mensen het belangrijk vinden. Laat zeggen, als jij 500 subs of meer hebt, dan zou ik er ook bij gaan. Want je moet wel minimaal 500 abonnees hebben, dat is wel, dus ja... Dat is wel een van de eisen van hun of zo, zoiets. Ja, als je dat wil, er staat een linkje in de beschrijving. Ik zal hem in deze video helemaal bovenaan in de beschrijving zetten. Dus heb jij meer dan 500 subs en wil je ook bij dat YouTube-netwerk, dat kan. Dus dan moet je gewoon even op dat linkje klikken en dan moet je applyen. En dan staat er voor de rest verder uitgelegd wat je moet doen allemaal, dat weet ik ook niet meer precies. Dus ik zit daar bij dat YouTube-netwerk, dus er komen toffe dingen aan natuurlijk. Misschien wat samenwerking met andere YouTubers, dat weet ik nog allemaal niet. Maar dat was eigenlijk, ja, deze video, het was een soort van update video. Ja, bedankt je voor de 5000 abonnees natuurlijk, want we hebben 5000 subs gehaald. Dat is fucking nice. Op naar de 10.000. Nou, op naar 10.000. En we rijden nog steeds op ons schaap door de DDG lobby. Kunnen we ook vliegen? Ja, we kunnen zelf wel vliegen, maar de schaap niet. Ik wil, wacht, we gaan nog heel even iets anders rijden, hoor. Lol. Nou, we rijden, we creepen. Nou, dat was eigenlijk de video, mensen. Bedankt voor de 5000 subs. En bedankt voor het kijken. Laat achter wat jij wil zien nog steeds op mijn kanaal. Ik upload 3 keer per week Mindtopia. Af en toe Manticore, af en toe een Badline videootje. En natuurlijk, Kingdom staat momenteel uit, dus daar moeten we nog op wachten. Dus laat voor achter wat je tussendoor wil zien van minigames of iets op DDG. Laat het gewoon achter. Het zou echt tof zijn. Doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Volg mij ook even op Twitter voor de handige updates. Je staat allemaal in de beschrijving. En dan bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!